Mevrouw Temmink namens de SP. Ja, dank u wel, voorzitter. Als je onnoemelijk leed wordt berokkend door de overheid, en dit leed is na jaren eindelijk boven tafel gekomen, er een parlementaire enquête over is geweest, er een kabinet over is opgestapt, dan verwacht je ook dat men verantwoordelijkheid neemt om zoveel mogelijk van die ellende zo snel mogelijk op te lossen. Om kinderen met hun ouders te herenigen, schulden af te lossen en de mensen voor het leed financieel te compenseren. Maar voorzitter, dat gebeurt niet. Sterker nog, het is één grote teringbende. En sorry voor het onparlementaire taalgebruik, maar ik kan het niet mooier maken. En ik begrijp het echt niet, voorzitter. Hoe krijg je het in vredesnaam voor elkaar om dit niet op te lossen? Hoe kun je zwaar getroffen ouders en kinderen spreken en niet eerst aangedaan zijn door zoveel ongekend onrecht en dat je vervolgens alles op alles zet om die mensen zo snel mogelijk te compenseren? De inspectie concludeert: de slachtoffers die het hardste hulp nodig hebben worden niet geholpen, maar dit proces schaadt ze juist. We zijn dus 3 jaar na de parlementaire enquête en dit kabinet is nog steeds niet in staat gebleken mensen die ze zelf in de vernieling hebben geholpen te compenseren. Wat de SP betreft had het kabinet hierop opnieuw mogen opstappen. Want voorzitter, laten we wel zijn, dit is of extreme onkunde, of het is politieke onwil, of nog erger, het is een combinatie van beide. Daags na het verhoor in de parlementaire enquête fraudebeleid van Milton Moreiro Moreno, de jongen die op zijn 14e is gaan werken omdat anders zijn gezin honger zou lijden, zei de staatssecretaris doodleuk dat kinderen die geld geleend hebben bij de duo dit niet gecompenseerd krijgen. Ze draaiden er nog wel omheen, maar feit is, compensatie blijft uit. Ik kan niet anders concluderen, voorzitter, dat dit niets anders is dan onwil. Gaat ze dat hier rechtzetten, vraag ik haar. Ouders die zich melden maar minder dan 1500 euro per jaar schade hebben, komen niet in aanmerking voor herstel. Maar los van dat 1500 euro voor veel mensen veel geld is, is het ook onbegrijpelijk dat als je 8 jaar lang 1400 euro schade hebt gehad, niet gecompenseerd wordt. Is de staatssecretaris bereid om dit aan te passen? Je zou immers kunnen zeggen een minimaal bedrag per toeslagjaar of een minimaal bedrag als totaal. Op 31 december dit jaar loopt de deadline af voor ouders om zich nog te kunnen melden als toeslagengedupeerde. Hoe bestaat dat, voorzitter? Dat is dat de Belastingdienst niet zelf kan zien wie er gedupeerd is, is al de omgekeerde wereld. Maar dan zou al helemaal geen houdbaarheidsdatum aan de compensatie voor deze ellende moeten zitten. Zeker niet als de herstelprocedure zo'n puinbak is dat het heel goed voorstelbaar is dat mensen een enorme drempel ervaren om weer vast te komen zitten in procedures met de Belastingdienst. Is de staatssecretaris bereid om deze deadline te herzien? En dat men niet meer met de Belastingdienst te maken wil hebben, is ook volledig voorstelbaar, voorzitter. De SP zei het bij monden van mevrouw Leijten al vaker. Haal de Belastingdienst uit het proces. Ga voor een snelle behandeling. Daarvoor werd ook een amendement aangenomen. Maar deze staatssecretaris zegt doodleuk, gaan we niet uitvoeren. Ik zeg het nog maar eens, voorzitter. Het is pure politieke onwil. En het is niet te harden. Hoe is het nog te houden, hoe is het nog vol te houden om de Belastingdienst wel in dit proces zo'n grote rol te geven als mensen worden geïntimideerd die zich durven uit te spreken dat de Belastingdienst steeds stukken achterhoudt? Advocaten spreken zich uit, de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie sprak zich uit en kan de staatssecretaris hierop reageren? In plaats daarvan gaat dit kabinet voor de Laurentienroute. De stichting van de prinsessen en jawel, daar zijn ze 4 consultancybureaus. Alsof de consultants nog niet rijk genoeg zijn geworden over de rug van gedupeerden in dit schandaal. Van de 7,1 miljard is er nu al 2 miljard naar consultants gegaan, voorzitter. En dat wordt nog meer met deze nieuwe route. Dat is geen onwil, voorzitter. Dat is bewust politiek beleid. En zou dat dan daadwerkelijk iets oplossen, deze Laurentienroute? Het simpele antwoord is nee, voorzitter. Zo is er een advocaat die ouders hiervoor waarschuwt. Er zijn vrijwel geen stukken waarop de schade wordt vastgesteld. Ouders krijgen hun persoonlijke dossier niet. De daadwerkelijke schade kan dus zo niet berekend worden. De bedragen die worden aangeboden zijn niet ruimhartig, zoals deze Kamer wel heeft verzocht. Ook staan mogelijkheden voor beroep en bezwaar niet open. Ouders geven dus al hun rechten hiermee op. Ook als ze op den duur hun persoonlijke dossier ontvangen en de schade veel hoger blijkt dan in de vaststellingsovereenkomst is vastgesteld. De advocaat in kwestie roept ouders dus nadrukkelijk op niet deel te nemen aan deze pilot. Graag hoor ik van de staatssecretaris een reactie op al deze ingebrachte punten. Voorzitter, dat de Belastingdienst geen stukken geeft is onbegrijpelijk. Zelfs in dit stadium blijkt de dienst nog steeds onwillig. En niet alleen dat, voorzitter. Nu blijkt dat de parlementaire enquêtecommissie die het toeslagenschandaal onderzocht, de POC, niet alle stukken heeft kunnen zien.
Naar aanleiding van een mail van advocaat Eva González Perez, die al in 2015 aan de bel trok dat het hier helemaal misloopt, is er nu naar boven gekomen dat duizenden documenten niet aan de POC ter beschikking zijn gesteld. Was hier nou sprake van extreme onkunde of onwil, voorzitter? Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat duizenden documenten opeens oepsie verdwenen zijn? Is de staatssecretaris bereid om toe te zeggen dat er onderzoek gedaan wordt naar de inhoud van deze stukken en of dit relevant is voor het herstel of de geschiedschrijving? Voorzitter, we zagen tijdens de parlementaire enquête fraude en schrijnende tegenstelling. Tussen de gedupeerden van het hardvochtige fraudebeleid van deze overheid en de slachtoffers die machteloos stonden en klein gemaakt zijn. We zagen directeuren van de Belastingdienst lachen bij vragen over hoe mensen in vredesnaam zulke enorme bedragen moesten terugbetalen. We zagen voormalige ministers die amper zelfreflectie lieten zien over hoe hun beleid zo desastreus heeft kunnen uitpakken. We zagen ook een partij die dezelfde voormalige ministers tot erelid maakte of mensen die deze ellende tot op de dag van vandaag niet oplossen een hoge plek op een kieslijst gunnen. En de ouders en de kinderen die lopen allemaal vast in het oerwoud van de toeslagen. Dank u wel, mevrouw Temming. Uw tijd is op.